Wie is daar in de Tweede Kamer een kenner van Friese lekkernijen? Wie weet alles over de Red Hot Chili Peppers? Wie kan meepraten over het Himalaya-gebergte? Kent de concertzalen van New York? En weet waar in Nederland paardenlanden ligt? Wie is de slimste mens? Is het George van Hout? Hij stond bovenaan de apenrots, leverde een uitzonderlijke prestatie. De theaterman is altijd tegendraads. Wordt hij opnieuw de slimste van de natie? Of is het Bram Douwers? De journalist verloren van Lisa Loep. Wrijvert er nog maar eens in. Hij wil starten met een schone lei en knallen vanaf het begin. Of is het Marieke van der Zilver? De verslaggeefster is zeer gedreven. In het spel is ze niets ontziend. Verrast ze naar haar winst bij de slimste. Opnieuw vijand en vriend? Of is het Jeroen Kijk in de vechten? De radio-dj en presentator werd ooit tweede, maar houdt moed. Zijn motto helpt hem er doorheen. Blijf dromen, het komt allemaal goed. Welkom bij De Slimste Mens. Goedenavond en welkom bij De Slimste Mens All Stars. Een speciale editie ter gelegenheid van ons 20e seizoen op NPO Start. We spelen deze serie met absolute topkandidaten uit de geschiedenis van het programma. Ze komen hier samen voor een grote reunie en om uit te vechten wie de slimste der slimste is. We spelen steeds met 4 kandidaten en alleen de winnaar van de dag gaat door naar de laatste aflevering. Met andere woorden, naar de grote finale. Ja, Jeroen Kijk in de vechten, welkom terug hier. Dankjewel. In de winter van 2014. Het is lang geleden. Ja, je werd de nummer 2. En sindsdien ben jij een trouw kijker. En nou, ik me heb laten vertellen, zit jij schreeuwend voor de tv? Nou, dat wil dan wel eens gebeuren inderdaad. Als een kandidaat die secondes maar door laat lopen, dat ik echt schreeuw die tv. Stop dan toch! Ik volg alles. Scheld je ze ook uit? Nee. Nee. Zo erg. Van Suffert? Nee. Zo erg is het niet, maar soms zijn er wel kandidaten. Ik denk, nou, jij gaat het niet halen. Ja. Is dan meestal ook zo. Zie je wel meteen. Ja. Maar je moet het vanavond wel opnemen tegen 2 oud-winnaars en een tweede. Ik voel de druk. Het is ook heel gek, omdat je er natuurlijk helemaal niks van kan zeggen. Soms kan je nog wel een beetje denken, nou, dit zou moeten lukken. Ja. Maar hier, zeg maar, de resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie. Nee, maar jij zei voor de televisie, dan zie ik wie het gaat redden en wie niet. Als je even kijkt. Ja, nee, ik durf niet te kijken. Ik ben totaal geïntimideerd door wat hier zit. Kijk maar even goed. Aan denken. Ja, George, het is goed. Marieke van der Zilver, welkom terug. Ja, jij won in januari 2020, 2 jaar geleden. Ja. Politiek verslaggever van de RTL, moet ik er nog even bij zeggen. Hè? We herinneren ons nog allemaal jouw fanatisme. Ja. Hè, ja. Dat was echt, ja, dat straalde er vanaf. Ja. Thuis ook merkten ze dat helemaal. Nou ja, ja ik schaam me altijd een beetje als ik het moet toegeven. Want het is voor iemand die voor de televisie werkt ook best wel een beetje dom om te zeggen. Ja. Maar ik heb echt onderschat hoe vaak ik in beeld zou zijn. Echt onderschat. En dan kwamen er vragen die ik niet wist of die tegenkandidaten wel wisten. En dan zat ik met de ergeren en dan dacht ik, oh jezus. Maar ik dacht echt, weet je, niemand ziet dat. Want die anderen zijn nu al in beeld. Hmm. En ja, dat bleek heel goed te zien te zijn thuis. Dus ja. Zeg, een van de grote momenten was dat jij niet wist wie Joop den Uyl was. Hè? Hebben ze je daar op het Binnenhof nog op aangesproken? Nou ja, daar ben ik zeker wel een paar keer op aangesproken. En ik heb ook vanochtend nog even de Wikipedia-pagina van alle Nederlandse premiers erbij gepakt. Toch even al die fotootjes nog gekeken. Om te zeker te weten, oké, ja, ik weet nu hoe de laatste paar eruit zien. Dus daar moet het lukken. En je weet van welke partij Joop het nou was, hè? Nee, laten we dat gewoon niet meer doen. Bram Douwers. Fiede Freeriks. Ja, hartstikke goed. 2e plek vorig jaar zomer. En daar was je heel trots op, volgens mij. Zeker, ja. Ja. Ik weet nog wel, jij was heel sportief, hè? Ja. Je hebt toen, want jij je voelde het. Ja, maar het was ook wel, ik werd ook wel weggevaagd in die finale tegen Lisa. Het was geen keus voor mij, hè? Nee. Maar dan kun je dan, ja. Maar ik vond het wel goed. Nou, dank je wel. Ja, dat was helemaal. Ja. Zeg, op Twitter, je was er heel trots op. Want op Twitter noemde jij je vieze slimste mensmeister 2021. Ja, dat is, het lijkt mij correct. Ja. De Duitsers altijd, als zij geen wereldkampioen worden, toch
pochen met het feit dat ze dan vieze weltmeister zijn, dacht ik, dat kan ik ook gaan doen. Ja, ja, en het woord meister, dat is mooi, hè? Ja, ja, vieze strimpement, ja, meister. Ja. Ja, ja. Het verhaal gaat dat jij op de dag voor de finale niet bij moeder de vrouw hebt geslapen. Want zo noemde jij haar, ja, altijd, hè, moeder de vrouw. Ja, maar in de logeerkamer. Dat is correct. Ik... Als een soort wielrenner die aan, ja, de Tour de France, ja, deelneemt. Ja, uiteindelijk wordt het toch... Het vlees zou anders, ja, te zwak zijn. Ja, nou, ja, geen seks voor de wedstrijd is ook heel dat belangrijk, ja. Maar ik moet wel zeggen dat mijn vriendin die nu mee is... zo had gehoopt dat de term moeder de vrouw... Inmiddels in de vergetelheid was geraakt. maar nee, Filip. Nee, daar ben je weer. We, ja, hebben onze archieven natuurlijk. Ja, zeker, je kan er terugkijken, ja. Ja, ja, ja. Zoals van Hout, welkom terug, over archieven gesproken. Ik moet even heel diep door het stof, Zoals. Want afgelopen winter won Jacob Derwig. Hm. En die heb ik toen in mijn enthousiasme uitgeroepen... tot de eerste acteur die de slimste mens had gewonnen. En dat is natuurlijk niet zo. Want de eerste acteur die de slimste mens heeft gewonnen... dat ben jij in 2016. Ja. En ik weet beter dan wie dan ook dat jij niet alleen een cabaretier bent... maar dat je zeker ook een acteur bent. We hebben samen op toneel gestaan. Precies, en wat voor acteur. Ja. Een zeer serieuze productie, ja. Ja, ja, dat was bloedserieus. Ja, ja, dat werd niet gelachen, hè. Maar wat, waar ging dat nou over? Een beetje. Over de democratie. Ah, over belangrijk onderwerp, ja. Ja. En de taak van de burger. En de taak van de burger daarin. Dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. En dan speelde Philip de rechter. Zo. Hartstikke goed. Ja. En sindsdien doet hij dit. Dat past goed bij elkaar, ja. Ja, ja, nee, het was ontzettend leuk. En hij scheurt als een gek. Want hij reed het busje. Oh. En we waren echt vanuit Maastricht in Hilversum in anderhalf uur, geloof ik. Hè? Met wijn achter in de auto. Ja. Nee, we gaan daar niet op door. Ja. Goed. Natuurlijk is hij ook bij ons, de erudite emeritus en voorzitter van de jury, Maarten van Rossum. Zeg, Maarten, we hebben het al eerder gehad over het feit dat jij zo'n iconische figuur bent geworden. Wereldberoemd in Nederland. Heeft dat ook een schaduwzijde? Ja, maar niet zo verschrikkelijk veel. Noem eens een schaduwkant. Dat je soms op straat wordt uitgescholden. Mensen die roepen je na op straat dan, op een, ja, onaangename wijze? Ja, ik zal een heel interessant incident vertellen. Ik fietste over de Singel in Utrecht en mij kwam een... beschaafd ogende man van middelbare leeftijd, die fietste mij tegemoet. En terwijl hij mij passeerde, groette hij mij. Maar kennelijk wist hij niet precies wie ik was. En op die fiets dacht hij in een fractie van een seconde, wie is dat ook alweer? Waarop hij zich omdraait en riep, lul! Dat was wel een lollig moment. Dat je dus even ziet hoe iemand zijn brein functioneert. Ja, ja, L-U-L. Nee. Maar ik vond het wel heel gek dat je me helemaal nooit herkend hebt. We gaan beginnen. Jullie herinneren je ongetwijfeld dat we beginnen met 3, 6, 9. We starten met 60 seconden. Elke derde vraag levert 10 seconden op. Jullie hebben strootjes getrokken. Ja. En Marieke die heeft aan het langste eind getrokken. Ja. Dus jij mag beginnen. Zeker. Daar gaan we. In 2016 won Bob Dylan de Nobelprijs. Hij kwam niet naar de prijsuitreiking omdat de datum hem slecht uitkwam. Een jaar later was hij in Stockholm voor 2 concerten... en haalde toen en passant de prijs toch maar even op. In welke categorie won hij de Nobelprijs? Literatuur. Dat is juist. Hoe heette de met anijs bereide koekjes uit Friesland? Een traditionele lekkernij. Frieske? Pas. Dumkes. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. We gaan door met jou. Ja. Voor 10 seconden, welke korte knievrije broek is vernoemd naar een eiland? Bermuda. Ja, ja, de Bermuda. Ja. Dankjewel, mensen. Dankjewel. Ja, knap. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat is iets waar Maarten een ontzettende hekel aan heeft. Maar laat jij af en toe je knieën nog de zon zien? Jazeker. Ik schaam mij niet voor mijn onderstel. Nee. Dus een Bermuda of echt een korte broek? Nee, wel Bermuda. Bermuda, ja. Ja, ja. Jij? Ja, als het echt heet is, dan moet het toch ook wel? Mm-hmm. Anders wordt het toch allemaal veel te zweterig beneden. Het is een weerzinwekkend verschijnsel.
Waarom? Zullen we allemaal even onze broek uitdoen? Nou, nou, doe dat vooral. Dat dan ben je allemaal gedisqualificeerd door mij. Zullen we maar verder gaan? Bram, ja. Luistervraag. Dus eerst luisteren, ja. Dan de vraag. Van welke film kennen we deze muziek? Lord of the Rings. Dat is goed. Hoe noem je een versteende afdruk van een plant of dier? Ach ja, gaan we weer. Dat is natuurlijk een... Oh, mijn god. Ach, nee. Pas, laat maar. George. Fossiel. Ja, fossiel. Ja. Stom, stom. Ja, dat is moeilijk, ja. Wat erg dit. Ja. We zijn toch de beste, hè? Doe wij, dan ook je wij best. Wij zijn hier de fossielen natuurlijk, uiteindelijk. Voor 10 seconden, George. Shangri-La is de naam van een paradijselijk oord dat zich in het Himalaya-gebergte zou bevinden. Het is ook de naam van een liedje waarmee Nederland in 1988 meedeed aan het Songfestival. Wie zong het liedje? Willy Alberti. Nee. Jeroen. Gerard Joling. Ja, Gerard Joling. Ja, zeker. Zeg, Marieke, jij bent niet echt een songfestivalkenner, heb ik me laten vertellen. Nee, deze wist ik ook echt. Dat bleek bij Eva Jinek. Wat ging daar mis? Nou, het ging over Django McGroy. En ik weet niks van het songfestival. Ik wist wel dat er dat jaar een hele knappe Fransman meedeed. En toen dacht ik, nou, Django McGroy. Ik dacht, klinkt super Frans. Dus ik dacht, ik doe lekker mee in dit gesprek. Want dat is dan de bedoeling, hè, bij talkshows, dat je met je meedoet. Dus ik zei, ach, Django McGroy, dat is toch die knappe Fransman. Waar op die hele tafel 5 seconden stil viel. En daarna iedereen super hard moest lachen. En ik zo, oh ja, nou, heel dom. Ja, nee. Inmiddels weet ik dus wel dat het de Nederlandse deelname van dat jaar was. En nu nee, volg je het Songfestival van jaar tot jaar. Trouw, op de voet. Tot diep in de nacht. Al die puntentellingen en zo. Estien, hoera. Ja. Jeroen, hoe luidt de Nederlandse naam van Galanthus? Het bolgewasje dat vaak als eerste bloeit, zeer vroeg in het jaar. Sneeuwklokje. Ja, dat is het sneeuwklokje. Waar is de man die schuilgaat achter het pseudoniem Satoshi Nakamoto wereldberoemd mee geworden? Met opruimvideo's. Nee, Marieke. De ontwikkelaar van Bitcoin? Ja, zeker. Ja. Zeg, Roos, op Twitter laat jij weten dat je sinds 2012 in de Bitcoin zit. Ja. Mogen we concluderen dat je ruim op tijd bent ingestapt? Ja, dat mag, maar ik was een idealist. Ik wilde een peer-to-peer betaalsysteem helpen ontwikkelen buiten de banken om. Dus ik woonde op Eiburg toen, de bakker en de visboer die ook meededen, daarmee gaan betalen. Nou, als je nagaat hoe duur die broden en hoe duur die vissen. Het is een beetje bijbels, wordt het. Maar hoe duur dat uiteindelijk geworden is. Dus ik heb het uit beleggingshoogpunt stom gedaan. Aha. Maar ik was er wel heel vroeg bij, dus ik heb ook niks te klagen. Oké. Maar zit hier nu een multimiljonair? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Ah, jammer. Nee hoor. Nee. Ik woonde een tijdje aan de Vecht. En hoe groter de boot die langskwam, hoe chagrijniger de mensen. Bang voor schade, bang voor alles wat er mis kon gaan. Dus je kan beter niet zo rijk zijn. Ja, Marieke, voor 10 seconden. Hoe luidt de bekende bijnaam van de basgitarist van de Red Hot Chili Peppers, Michael Balzary? Flea. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ik citeer, heel gewoon, doodgewoon. Ik heb een dochter en een zoon, heel gewoon, doodgewoon. Een rijtjeshuis waarin ik woon. Welk duo zong bijna 30 jaar geleden alweer over de gewone man die schoenmaat 42 heeft en het liefst pils drinkt? Gert en Hermien? Nee. Bram. Wat? Samson en Gert. George. Verkoot en de Bie. Nee. Jeroen. Oh, Spaan en Vermegen. Ja, die. Oh, ja, zeker. Ja. Zeg, Bram, jij noemt jezelf man van het volk. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Ik ben hier ook meteen publiek speler, zoals je dat ziet. Dan ben je man van het volk. Oh. En opkomen voor die gewone man, denk ik ook.
Jij komt toch voor die... Nou, nu ga ik ga even... Maarten van Rossum. Ja. Wat mij raadselachtig voorkomt, is dat de gewone man... dat die maat schoen 42 heeft. Dat lijkt mij rijkelijk klein. Ik denk statistisch gezien dat de gewone man ergens tussen... de 43 en de 44 heeft. 45? Kijk eens, daar hebben we al een gewone man met 45. Maar dat is ook al 30 jaar geleden, hè? Misschien dat we de mensen gewoon wat groter geworden zijn. Nee, volgens mij kunnen ze niet tellen. Dat verbaast me niks bij dat duo trouwens. Jeroen, in april schreef de Japanse Reira Iwabuchi... tijdens een sessie van de Nines in Zwitserland... geschiedenis door de allereerste frontside triple 1260... oftewel 3,5 rotaties voor vrouwen te maken. In welke sport is de frontside triple 1260 een begrip? Kunstschaatsen. Nee. Marieke. Turnen? Nee. Bram. Snowboarden? Ja, snowboarden. Ja, ja. Ja. Heel goed. Ja. Dat heb ik enorm in thuis. Ja. Ja. Ik wist hem ook. Jij zegt goed, heel goed. Ben jij een snowboarder? Nee, maar deze wist ik toevallig. Oh, die wist ik. Ja, maar ja, die akelige man zit naast me. Ja. Ja, die Bram. Hij is echt heel naar. Hij is echt naar. Ja. Dat is mijn idee. Bram, voor 10 seconden wees altijd een eerste klas versie van jezelf... in plaats van een tweede rangs versie van iemand anders. Aldus Judy Garland. Op 23 april 1961 gaf ze een memorabel optreden... in een van de beroemdste concertzalen van New York. Hoe heet deze concertzaal? Carnegie Hall? Ja, dat is Carnegie Hall, ja. Heel goed. We gaan door met Bram. Wie landde in 2012 op haar gezicht en buik in het water... tijdens het programma Sterren Springen? Dit is toch niet normaal, zo'n vraag? Inge de Bruin. Nee, George. Patty Brad. Ja, natuurlijk. Kijk. Dan... Ja. 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 Sterren in het water springen. Ik zat aan de buis gekluisterd. Ja. Ja. Dat zijn grote momenten in de Nederlandse geschiedenis. Jij hoogtepunt van de Nederlandse cultuur. Ja. Maarten zegt dat op televisie niks deugt. Nou, ja, dit was van een hoogstaande kwaliteit, ja, Maarten. Daar gaat het Rijksmuseum nog een puntje aan zuigen. Dat jij als acteur zoiets beschamend stomzinnigs weet, dat is echt heel droevig. Ja, geef ik meteen toe. Goed, we gaan verder. George, Joost Eerdmans geldt als een fortuinist. Een politicus die zich in zijn werk laat leiden door het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Van welke partij is hij fractievoorzitter? Ja, 21. Ja, 21. Ja, ja. De laatste vraag van deze ronde voor 10 seconden. In welke Nederlandse provincie liggen de buurtschappen Paardenlanden en Zwartschaap? Zeeland. Nee. Jeroen. Groningen. Nee, Marieke. Drenthe. Ja, het is Drenthe. Ah. Wist jij dat nou echt nee, of heb je het geraden? Nee, ik gokte het. Je gokt. Ik dacht Zwart Schaap. Klinkt super Drenthe. Ja. Hè? Nee, weet ik. Goed. Ja. Tussenstand is nu. George heeft 60 seconden, Jeroen heeft 70 seconden... Marieke en Bram op kop met 80 seconden. En we gaan naar de tweede ronde. Ter gelegenheid van ons jubileum laten we in deze editie... de allerleukste open deurvragen uit de geschiedenis van de slimste mens terugkomen. Helaas voor jullie niet uit je eigen seizoen. Vandaag kan je kiezen uit cabaretier Joep van 't Hek... de snelste man van Nederland, Sorandi Martina... Lingo-legende Lucille Werner en de zanger met de zachte G, Guus Meeuwis. George, jij mag als eerste kiezen. Martina. Als ik op de foto ga, moet ik altijd cheese zeggen voor de fotograaf. Voor een mooie glimlach. Alsof ik dat nodig heb. Maar het schijnt dat er is een andere woord die je kan zeggen... dat je een mooiere glimlach geeft. Wat weet u van whisky? Whisky, dat is een sterke drank. Het komt uit Schotland. Het kan ook Amerikaanse whisky zijn. Je hebt ze blended whisky. Je hebt malt whisky. Je hebt Johnny Walker, is een beroemde whisky. Ik pas. John? Een bourbon, stop. Marieke?
Ierland, Kilkenny, pas. Bram? Likeur, scotch, pas. Ja, het is gedistilleerd. Oh ja. Gestookt. Dat was ook goed geweest. Ja, de volgende is voor Marieke Lucille Werner, Guus Meeuwis of Joep van het Hek. Lucille. Lucille, daar komt ze. Ja, ik ben natuurlijk een vrouw van vele talenten. Maar mijn belangrijkste gave is toch wel dat ik in 1 seconde... een glas bier naar binnen kan gieten. Ja. Ja. Nou, dat krijg je ervan als je opgroeit in Eindhoven. Ik heb nog een brief aan het IOC geschreven, maar helaas... ze wilden het Hinkstap bier drinken geen Paralympische status verlenen. Nou, jammer genoeg. Wat weet u eigenlijk over het land waar de Paralympics plaatsvonden? Wat weet u van Brazilië? Zeg het maar. Rio de Janeiro is een land in Zuid-Amerika. De Christus de Verlosser. Je hebt daar stranden, daar lopen ze in stringetjes rond. Jungle. Brazilia. Pas. Krap. Je hebt het carnaval daar. Amazone. Voetbalelftal. Pas. Sjors. De Copacabana. Pas. Jeroen. De regenwoud. Stop. En ze spreken in Portugees. Oh ja. Ja. Dat wilden we ook nog eventjes weten. Zeg, Bram Marieke, ze is tegenwoordig lid van de Tweede Kamer voor het CDA, hè? Ja. Lucille Werner. Bram die kijkt mij aan alsof hij het in Keulen hoort. Dom. Nee, maar je zei Bram Marieke. Ik dacht, Bram Marieke, is dat een nieuwe gouden combinatie die je nu voorstelt? Maar nu nee, maar dat is jullie werkterrein. Ja, ja, zeker. Ik richt me tot de parlementair verslaggevers. Ja, ja. Is zo. George is dat duidelijk niet. Nee, Jeroen ook nee, niet. Dat zijn wij. Jullie wel. Ja. Klopt, ja. Mijn vraag was eigenlijk, haalt ze dit soort stunts ook in de Tweede Kamer uit? Nee, ze is echt. Ze neemt haar werk heel serieus. Ja. Is wel waar, want aan het begin zeg maar, probeerde ik haar nog wel eens te strikken. Ponieuws voor een toch een geinig filmpje. Maar dat doet ze echt niet meer. Ze is nu gewoon parlementariër voor het CDA. Ja. Een serieus, serieus en heel goed. Ja, zeker. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe vaak moest dat filmpje over? Ja. Dus ze maakte toch nog een vrij redelijk. Ja, daarom. De heldere indruk. En dat is wel hele lappe tekst die je zo even moet declameren. Ja, het is misschien bij dat inderdaad bij dat ene glas gebleven. Nee, het is een techniek. Het is een techniek waarbij je dus niet slikt. Je giet het gewoon in het daarvoor bestemde gat naar beneden en dan valt het naar beneden. Ja, niet dat ik het kan, maar het is een specifieke techniek. Nee, maar als je dan vervolgens ook nog zo'n verhaal welk, moet vertellen. Welk gat? gewoon in je mond een gat. Ja, in je mond heb je gat. Oké, maar jij kan die techniek beheerst. Jij nee, ook, ik maar... heb die, beheerst die techniek niet, maar je kunt het leren. Dus als je die ambitie hebt, je wil ook CDA-Kamerlid worden, dan is dit de methode. Ja, oké. Okay. Goed. Jeroen, Guus Meeuwis of Joep van het Hek? Guus. Kedenkeding, kedenkeding, kedenkeding. Wat weet u eigenlijk over de oehoe? Ja, de oehoe is een uil. Die is bedreigd. Die kan zijn hoofd zo 360 graden draaien. Stop. George? Het uilskuiken, het is een nachtdier. Stop, pas. Marieke? Hij is heel groot, pas. Bram. En je had ooit de terror-oehoe in Nederland. Oh ja! Ah! Ja, ja! Ja. Ja, die bleek in 2015 in Purmerend rond te vliegen. En viel mensen aan. Ja, de terror-oehoe. Hoe zat het ook alweer daarmee? Nou, tientallen mensen aangevallen. De veronderstelling was dat het eigenlijk een soort tamme oehoe was. En of die er nou gevoelens van woede had over degene die hem tam hadden gemaakt of gekweekt was, dat was niet helemaal duidelijk. Maar nogmaals, hij had mensen ook ernstige hoofdwonden toegebracht. En tenslotte is hij gevangen. Hmm. Toen heeft hij een tijdje in Artis gezeten, maar kennelijk werd hij daar ook niet als sympathiek beschouwd. En toen is hij naar een Roemeense dierentuin verhuisd. Oei. Nou, nooit meer iets van. Dat, nee. dat kan je niemand toewensen, ook de derde hoe niet. Nee. Want dat zijn geen gelukkige plekken. Hmm. Tenslotte, Bram. Ja, Joep van het Hek. BN'ers en goede doelen. Het is een veel voorkomend iets. De een doet iets voor zielige ezeltjes. De ander doet iets voor jankende honden. Weer een ander zegt dat je goed naar je drol moet kijken in de playpot in verband met Darmkankerstichting. Ook ik bemoei me een beetje met een goed doel. En dat is de
Wacht even. Nou ja, de vraag is... Wat weet u van Alzheimer? Zeg het maar. Alzheimer is een ziekte, een hersenaandoening. Dementie komt veel voor bij ouderen. Dan sterven je hersenen langzaam af. Pas. George? Pas. Marieke? Voor linker hersenhelft, rechter hersenhelft, achter voor pas. Jeroen? Vernoemde de professor die het ontdekt heeft. Stop. En het is ongeneeslijk. Oh ja. Ah. Ja. De tussenstand eventjes. George heeft 75 seconden, Marieke 99 seconden. Jeroen 116 seconden en Bram op kop met 185 seconden. En we gaan naar de derde ronde. En hier hebben jullie natuurlijk op zitten wachten. Ja. Eindelijk de puzzelronde. Okay, ja. Daar komt hij. De eerste puzzel is voor George. Pleiten, verslaan, smeren. Onverwogen spreken. Ja. Met tevredenheid. Een droge mond. Een snee brood is een boterham. Met tevredenheid DNA. Sportwedstrijd. Een game. DNA. Een point. Pas. Marieke? Match. Ja, match ja. Point. Ja. Volgende puzzel voor Jeroen. Batterij, accu, kanaal, dwarsborg, tunnel, aal, paling. Ja, ja. Halen we die. Heel goed. Marieke. Nuchtere bestuurder de Bob. Werkplek van pennenlikker, kantoor, kamer, plasma, televisie, scherm. Ja, ja. Oeh, ook heel goed. Ja, Bram, de laatste is voor jou. Potten, schroeven, aandraaien, gevecht, met tralies, gevangenis, geld, leeuwen, slaapplaats, dus een dek, een kajuit, zegels, sparen, lamp, gevecht, hok met tralies is een... Een hok met tralies is een cel, natuurlijk. Nee! Een gevecht, lamp, geld, pot, slaapplaats op een schip is een... Ik kom er niet op! Een dek, een dok, een kajuit. Pas! Ja. Jezus. George. Een kooi. Ja. Mag ik hem nog zien? Spaar. Ja. Ja, zeker. Ja. De tussenstand is nu 160 seconden. Bram 186 seconden. Zij zijn dus nu in dit stadium de potentiële uitvallers. En dan komt Jeroen met 199 seconden en Marieke op kop met 210 seconden. Nou ja, het is nog lang niet gespeeld. De ontknoping nadert nu. Welke twee kandidaten vallen dus voortijdig af? En welk duo moet strijden om dat ene ticket voor de finale? Dus we gaan het zien in de beslissende ronde. Het collectieve geheugen. Bij elk beeldfragment horen 5 trefwoorden. Het eerste goed voor 10 seconden, het tweede 20 seconden en zo door naar de 50 seconden. En als je naar de stand kijkt, dan zie je dat alles nog kan. Het kan nog alle kanten op. Goed. George, hier is jouw fragment. Zeg het maar. Dit is Maria Callas. Het is een operazangeres. Ze was getrouwd met Onassis. Ze is heel slecht aan haar einde gekomen. Ze is namelijk dood gegaan. Ze kon heel goed zingen als ze de best deed. Ik stop. Bram. Ze is Spaans of Frans of Argentijns of Italiaans of Portugees of Braziliaans. Pas. Jeroen. Grieks. Pas. Ah! Ja.
Marieke? La Traviata pas. Ja, ze zong hier de habanera uit Carmen. Oh, ja. Dat zagen we. En haar bijnaam was La Divina. Ja, en ze was overigens niet getrouwd met die Aristoteles Onassis, maar ze had een tragische liefdesrelatie met hem. Was dat voor Jackie? Kennedy? Ja, hij is juist niet met haar getrouwd. Oh, oh man. Wow. En daardoor, Maarten, is ze, zegt men... Van liefst is verdriet. Liefde is verdriet. Oh. Maar, dan moet je echt je best doen. Het is... ik heb begrepen, eigenlijk alleen bij al reeds bestaand ernstig onderliggend lijden is het mogelijk dat de stress inderdaad leidt tot hartstilstand. Maar het is lollig voor sprookjes en zo, maar het is niet een normale aandoening. Ja. Even de tussenstand zoeken. George 172 seconden, Bram 180 seconden. Hè? Marieke 209 en Jeroen 228. Jullie staan nog steeds heel dicht bij elkaar. Bram moet nu. Hier is jouw fragment. Show me. All right, Deputy Jeffs, would you just take a step back, please? Thank you. All right. Thank you, counsel. Yeah. We zien hier O.J. Simpson, een Amerikaanse voetbalspeler... die van moord wordt verdacht. De People versus O.J. Simpson, de rechtsadvocaat van de staat. Jackie Brown is een advocaat. Hier past die handschoenen. Hij is vrijgesproken uiteindelijk voor deze moord. Auto-achtervolging is heel erg bekend. Pas. Zoals nog één. Pas. Marieke? Nicole Brown, Robert Kardashian was zijn advocaat, pas. Jeroen. Acteur, pas. Ah, ja, hij was ook acteur. Ja, ja. Ja, ja. Ja, zoals hij was niet alleen cabaretier, maar ook acteur. Ja, ja. Ja. Geloof ik, ja. Ja. Gosh. Tussenstand is nu. Spannend, hè? Zoals 172, Marieke 204. Bram 260, Jeroen 278. Bram en Jeroen staan voor, zou ik maar zeggen. Maar Marieke moet nu nog. Hier is jouw fragment. Years ago, before you were born, I met a man. And now I've come into the possession of a villa. In the south of France. What? They better be warned. Zeg mij. Dit is Downton Abbey, een Britse televisieserie. Er is nu ook een film van gemaakt. Het gaat over de Britse upper class. Maggie Smith speelt erin mee. Pas. George. Een Zuid-Franse villa hebben ze in de film aangeschaft. Pas. Bram. Pas. Jeroen. Upstairs, downstairs. Stop. Ja, het gaat over de familie Crawley en hun personeel natuurlijk. Goed, tussenstand is nu. George 168. Dat is lastig, hè? Bram 260 seconden. Jeroen 277. Marieke op kop met 291. Jeroen. Moet nog. Hier is jouw fragment. Oh, dat is een hele mooie. Nou, die dus. Willem haalt hem er even af. Gaan wij vast naar die kant. Hieruit. Wat jullie dachten, we nemen de kleinste zaken maar weer. Ja. Stuiven zin. Ria Bremer, kindertelevisieprogramma van de AVRO, de Gouden Stuiver, pas. Ja. Oh, shit. George? Pas. Bram? Ze is een presentatrice. Renje Rot. Even kijken, Afro Tros heeft zij vorige week. Caro NCRV, zij is overleden.
Deze ook. Te land, te zee. Nee, deze ook. Sterrenslag. Nee, deze ook niet. Godsamme televisiering. Ja, ik kan nu een heel lang betoog gaan ophouden. Ria Bremer, stuivers in. Ja, jezus, wat weet ik hier nou van? Kinderprogramma, kindertelevisie. Kinderen konden zelf meedoen op de televisie. Wat doe je? Het maakt niet uit. Ik moet nog 70 seconden zien te vinden. En die, nee, nog meer nog zelfs, 90 seconden zien te vinden. Ja, wat zou het zijn, George? Wat denk jij? Vinger aan de pols, zou ik zeggen. Vinger aan de pols, ja, dat is een beetje gevaarlijk eigenlijk. Hè. Nee, ik gun hem aan Marieke en Jeroen, pas. Marieke? Mart Smeet, pas. Wat zeg je nou? Mart Smeet. Mart Smeet? Zo, dat was toch wat een rot hoofd. Nee, jongens, het was een soort talentenjacht, hè, voor die kinderen. Ja. De kinderen konden demonstreren, iets demonstreren waar ze goed in waren. En dan die andere kinderen, dat waren dan van scholen... Die mochten dan bepalen wie uiteindelijk uitgekozen werd. Ja, Maarten? Wat een vreselijke gedachte dat al die kinderen die we zagen... nu van middelbare leeftijd zijn. Ja, welk jaar was dit? Ja, wat zeg je? Welk jaar was dit? Nou, dit is wel een paar jaar geleden. Ik weet niet welk jaar dit is, maar dit is wel enkele tientallen jaren geleden, ja. Ik heb heel vaak in het publiek gezeten, want het werd heel vaak opgenomen bij de Speeldoos. Dat is het oude theater dat aan mijn middelbare school vastzit in Zaandam. Ah. En, dus het is heel lang geleden. Het is, dus oh, dat was jij die we daar zagen? Ja. Nou, misschien de man op middelbare leeftijd. Ja. Ja. Nou, de eindstand. Ja, het is duidelijk. Jeroen, jij bent de winnaar met 331 seconden. Marieke, 290 seconden. Dus jullie gaan door. En we moeten helaas afscheid nemen van Bram en van George. 210 en 168 seconden. We vonden het geweldig dat jullie hier waren. We hadden jullie graag nog een tijdje gehouden. Maar ja. Ik heb er hartstikke veel spijt van. Zo is het spijt. Ik heb genoten. Dank je wel dat dit nog weer mocht. Applaus voor beide verliezers. Ja, wie gaat er nu als enige door naar de laatste All-Stars-aflevering? Wordt dat Jeroen of wordt het Marieke? Dat gaan we zien in de finale. Marieke en Jeroen, als jullie door willen naar de grande finale... Ja, dan moet je zorgen dat die ander op 0 seconden komt. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat is een helder concept. Dan moet je gewoon winnen. Ja. Dat is het. Ja. Ja. Zullen we maar meteen beginnen? Kijk, als we even kijken naar hoe jullie erbij staan. Het verschil van 41 seconden, dat is bij deze stand, is verwaarloosbaar. Dus laat maar meteen beginnen. Marieke, wat weet je van lava? Lava komt uit een vulkaan. Het is vuur. Het is heel heet. Magma als het gestold is. Vulkaanuitbarsting. Het komt uit de kern van de aarde. Het is een soort een vloeibaar vuur. Pas. Jeroen? De vloer is lava. Pas. Het is vloeibaar gesteente. En het is later, als het gedroogd is enzovoort... dan is het heel vruchtbare landbouwgrond. Ja. 5 seconden verschil. Jeroen, wat weet je van Zorro? Zorro is een ridder, een mythisch figuur. Met zijn zwaard maakt hij een zet. Stop. Marieke? Don Diego de la Vega. Het is een soort Robin Hood. Het is Spaans. Het is een televisieserie. Er zijn heel veel films over gemaakt. Er is een boek over geschreven. Antonio Banderas, pas. Ja, het speelt zich af in Mexico. Oh. Hè? En hij is in zwarte kleren. Hij heeft een zwarte cape en een masker. En die zet, dat is trouwens... Ja, dat is al ver voor Poetin, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ach, masker, ja. Marieke, wat weet je van spinazie? Spinazie is een groente. Je kunt het rauw eten. Het is groen. Popeye altijd veel. Je wordt er heel sterk van. Je kunt het gekookt, gebakken en rauw eten. Het zijn blaadjes. Het groeit dan een plant op de grond, een struikje. Er zit heel veel ijzer in. Het is heel gezond. Pas. Jeroen. Pas. Ja, het slinkt, hè, als je het kookt of wokt. En veel mensen eten het à la crème. Bien sûr. Ja. 1 seconde verschil. Jeroen, wat weet je van Louis Vuitton? Louis Vuitton is een Frans modehuis dat tassen maakt voor rijke mensen. Het is duur, kostbaar, pas. Marieke? Het logo staat overal op. Ja,
Ja, nou, jullie weten wel wat af. Van. Komen jullie misschien nog wel eens? Marieke, wat weet jij van Romulus en Remus? Het is een tweeling, het zijn de stichters van Rome. Ze zijn opgevoed door een wolf. Er staat een standbeeldje van ze in Rome. Ze dronken melk uit de tietjes van de wolf, zeg maar. Forum Romanum, pas. Jeroen? Heeft de een de ander niet vermoord? Stop. Ah, ja. Jazeker. En het is een mythe. Ja. De mythe van de stichting van Rome. Marieke heeft 86 seconden. Staat u in de gevarenzone. Jeroen heeft 114. Jeroen heeft dus genoeg aan 5 goede antwoorden. Ja, ja. Maar Marieke begint. Wat weet je van de band Kiss? Gene Simmons, die heeft een hele lange tong. Het is een Amerikaanse band. Ze hebben altijd, het is een rock and roll, hard rock. Die steekt altijd zijn tong uit. Ze hebben smink op, zo'n sterretje in zijn gezicht. Pas. Jeroen? I was made for loving you. Oh. Ja, zeker. Ja. Kijk, dit is een hele interessante situatie. Marieke die heeft zo even die hele lijst gegeven. Jeroen, slechts 1 antwoord. Nou, hij staat dus iets achter, 33 seconden. Maar Marieke heeft maar 20 seconden meer, 53. Jeroen heeft genoeg aan 3 goede antwoorden om Marieke weg te spreken. Marieke, 2 goede antwoorden. Maar ja, je kent de regel. Het tactisch voordeel is voor Jeroen. Jeroen, 3 goede antwoorden en je bent door. Wat weet je van Delfts Blauw? Het komt uit Delft, porselein. Het is vazen heb je daarvan, borden, blauw geschilderd, pas. Marieke. Het wordt heel vaak gekopieerd in China. Het is een kunststroming. Het zijn witte borden met blauw schilderwerk. Het zijn heel vaak huisjes. Pas. Zo, ja, het zijn tegeltjes, hè. De hoogtijdagen van Delft Blauw was de 17e eeuw. Typisch Nederlands is het. En je hebt die KLM-huisjes, cadeautjes voor business class passagiers. Ja, dat is ook Delft Blauw. Marieke, 23 seconden. Jeroen, 24 seconden. Marieke, 2 goede antwoorden, je bent door. Wat weet je van de maagd Maria? De heilige maagd Maria is de moeder van Jezus, onbevlekt ontvangen. Ja. Jeroen. Ja. Ja, bij zo'n stand is het bijna onmogelijk. Maar ja, je hebt je kans gemist. Hè. Helaas. Nou, maar die Delftse Blauwe, ja. We moeten afscheid van je nemen. Het was mooi, hè. Ja, ik heb een eer om hier nog weer eens te zijn. Het was ontzettend leuk dat je er was. Dankjewel, Jeroen. Kijk in de vechten. En in de volgende aflevering spelen we met 4 nieuwe toppers. Peter Heijn van Mulligen, Nienke de Jong, Joost Ome en Stefano Keizers. Ondertussen kunt u de slimste mens spelen via de app. Met dank aan onze eenmansjury. Hij krijgt de gouden stuiver als het slimste jongetje van de klas. Maarten van Rossum, graag tot de volgende keer. Omdat we naar elkaar omkijken. KRO NCRV.